Studenten en docenten protesteren nog tot morgenochtend tijdens een studiemarathon tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De studiemarathon duurt 72 uur in de vorm van een estafette. Vandaag is de stad aan de beurt. 24 uur non-stop geven docenten, hoogleraren en politici colleges over uiteenlopende onderwerpen in de Hanze Hogeschool. Zo zijn er onder meer colleges over energie, recht en onderbewustzijn. Op deze wijze willen zij hun onvrede laten blijken over de regeringsmaatregelen. We zijn het best mee eens dat er bezuinigd moet worden en kan worden op het onderwijs. Maar goed, er zijn ook alternatieven voor wat ons betreft. Zoals? Nou goed, een alternatief is het invoeren van een sociaal leenstelsel, dus het inleveren van de basisbeurs en dat gaan lenen. Dan is het echt letterlijk een investering in jezelf die je doet. En daarmee kun je zelfs geld investeren in het onderwijs. Dus dan gaan we er in principe op vooruit. Studenten en docenten hebben vooral moeite met de opgelegde boete bij studievertragingen. Zowel de student als de onderwijsinstelling moet dan €3.000 boete betalen. Waar wij met name mee zitten is €3.000 die ook de instelling per langstudeerde moet gaan betalen. Dat gaat uiteindelijk vele honderden miljoenen kosten. En dat zal gaan leiden tot waarschijnlijk ontslagen ook binnen het onderwijsveld. De versobering van het onderwijs zelf. Dus daar zijn we heel erg tegen. Toch liet de opkomst vanochtend tijdens de studiemarathon te wensen over. Colleges zijn ook belangrijk. En dat vind je belangrijker? Ja, daar zitten we voor op school. Gaan jullie er straks nog heen? Want het is vannacht ook, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Misschien wel. De bezuinigingen, dat leeft niet echt bij jullie? Nee. Waarom zijn jullie niet bij de studiemarathon? Omdat ik nu bezig ben voor mijn verslag. Anders krijg je het niet af. Wij hebben onze eigen studiemarathon. Ja, precies. Jullie hebben je eigen studiemarathon. En wat is die? Nou, we hebben het al druk genoeg met al het andere werk. En ik weet ook niet precies wat die studiemarathon inhoudt. Is er genoeg informatie over? Ik heb er niks over gehoord eigenlijk. Tentamens gaan toch op dit moment even voor. Als het nou 2 weken later was of zo, dan was het wat rustiger natuurlijk met school. En dan had ik er natuurlijk aan meegedaan. Maar het wordt hem nu niet. Verkeerde timing. Verkeerde timing.